Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het eens wat anders doen. Vandaag gaan we een vraag van een kijker beantwoorden. Ik heb de afgelopen tijd altijd in beeld laten zien of jullie nog vragen willen stellen. Super tof. Ik noteer ze ook allemaal. Ik lees iedere comment zoals jullie weten. En vandaag gaan we beginnen met de eerste vraag. En de eerste vraag is van Gilles van den Bussen. Kun je een video maken over hoe je precies het elastiek gebruikt en welke oefeningen je ermee kunt doen? Het elastiek. Welke oefeningen we ermee gaan doen, skip ik even. Daar wil ik best een video over maken. Als jullie dat willen zien, laat dan graag een reactie achter. Vandaag wil ik alleen laten zien hoe we het gebruiken, waarom we het gebruiken en hoe je hiermee plateaus kan doorbreken. Komt-ie! Zoals ik net al liet doorschemeren voor dit elastiek, deze elastieken, dikke, dunne, daar kun je eigenlijk echt honderden, echt misschien wel duizenden oefeningen mee doen. En ik wil eigenlijk in deze video laten zien waarom ik vind dat zulke soort elastieken niet echt een trainingsmiddel zijn. En ook met een trainingsmiddel doe ik om een barbel, een dumbbell, pulleyapparaten, etc. Dat zijn trainingsmiddelen, maar ik vind dit meer een toevoeging op een trainingsmiddel. Ja, je kan op zich met deze elastieken best wel spiermassa en dergelijke opbouwen. Kan ik ook wel een videootje over maken. Als dat je doel is. Maar ik vind dat je dit eigenlijk in combinatie moet gebruiken met bijvoorbeeld een barbel of een dumbbell of iets dergelijks. Omdat je daardoor eigenlijk een groter resultaat kan behalen. Dat gaan we gewoon in deze video laten zien. Gaan we. In mijn voorbeeld gebruik ik de deadlift en het lifting platform. En geen paniek, als je geen platform hebt, dan kun je dit natuurlijk nog steeds toepassen. Ik gebruik het alleen als voorbeeld omdat dit makkelijk uitleggen is. Je bent vast wel eens met de deadlift tegen een plateau aangelopen. Iedere week ging het gewicht van je deadlift omhoog, maar na verloop van tijd begon je vast te lopen. Natuurlijk kun je allerlei variaties gaan toevoegen, zoals stiff-legged deadlift, sumo deadlifts, etc. Maar dit is niet altijd de effectiefste manier om je deadlift omhoog te krijgen. Eén ding staat vast, als je je deadlift hoger wilt hebben, moet je de deadlift blijven uitvoeren. De deadlift gaat simpelweg sneller omhoog van deadliften en niet van sumo deadliften. Stel je PR op de deadlift is 110 kilo en je gaat deze training met 100 kilo deadliften. En je ziet dat je de deadlift op deze manier uitvoert. Zie je wat ik probeer na te doen? Je deadlift die komt redelijk snel van de grond af, maar daarna vertraagt hij heel veel. Dus wat we hieruit kunnen opmaken is dat het probleem niet bij de start van de deadlift ligt. Daar willen we ons niet op focussen. We willen ons focussen op het moment dat hij eigenlijk op scheenhoogte is of net voorbij je knieën. Op dat punt begint de barbel heel erg af te remmen en hiervoor kunnen we dus het elastiek gaan toepassen. Aangezien die barbel wel van de grond afkomt en daarna vertraagt, willen we dus voor zorgen dat we iets kunnen verzinnen. Je raadt het al, dan komen de powerbands natuurlijk om de hoek kijken. Willen we eigenlijk de powerbands gaan gebruiken, zodat je die start eigenlijk even licht blijft en dat daarna het gewicht zwaarder wordt, omdat je in die fase van de lift meer moeite hebt. De start lukt toch wel en daarna willen we het gewicht afremmen. Daar gaan we de bands voor gebruiken en ik ga laten zien hoe en wat. Als ik nu de elastieken over mijn barbel heen span, dan zie je dus eigenlijk dat er onderaan totaal geen spanning is en als ik rechtop sta, heel veel spanning is. Dus als ik hier op deze manier misschien deadlift met 100 kilo, dan kan het onderaan aanvoelen als 100 en bovenaan misschien wel aanvoelen als 140, afhankelijk van welke soort elastiek je gebruikt. Als ik dit toepas, dan is dus onderaan is het hartstikke licht en naarmate ik meer omhoog komt er telkens meer kracht op de elastieken te staan en kunnen we dus het bovenste gedeelte van de lift trainen in plaats van enkel de onderkant. Voordat we verder gaan moet ik wat tekenen op het whiteboard. Daarvoor moeten we even naar boven toe en zal ik even het een en ander uitleggen. Even een klein lesje over het menselijk lichaam mag je eigenlijk straks per direct weer vergeten. Probeer er even bij te blijven. Ik weet dat het voor sommige mensen niet al te interessant is, maar achter mij heb ik de strength curve getekend. Deze streep hier moet mijn arm en bicep voorstellen in een gestrekte positie. Hier moet je hem voorstellen in een half aangespannen positie en hier moet je hem voorstellen in een maximaal aangespannen positie. Ik kan op dit moment niet verder. Dit is de maximale verkorting van mijn bicep. Als wij dan naar de strength curve kijken, zien wij dat ik hier in deze positie, lijkt me logisch ook, heel weinig kracht kan leveren. Op het moment dat ik op 90 graden ben, ik mijn maximale kracht kan leveren. En op het moment dat ik weer helemaal aangespannen ben, dan kan ik eigenlijk geen kracht leveren.
Op het moment dat ik dus in deze positie ben, ben ik het sterkst. Oké, wat heb jij hier aan? Zoals jullie weten bestaat een spier, we nemen een bicep als voorbeeld, bestaat niet uit één blok bicep. Wat ik altijd zeg is, een touw bestaat uit heel veel kleine touwtjes en samen maken die één touw. Je spier bestaat ook niet uit één spier, die bestaat uit meerdere kleine spieren en samen maken die één spier. Als we helemaal inzoomen op de spieren, dan komen we uit bij actine en myosine filamenten en die glijden als het ware over elkaar heen. Dus mijn bicep wordt langer, korter, langer, korter, doordat die spieren over elkaar heen glijden. Oké, als ik dus in een gestrekte positie zit, zitten die actine en myosine filamenten, die zitten net, haken die net aan elkaar vast. Er zit een soort van haakjes aan, die zichzelf naar voren kunnen trekken, zodat je spier verkort. Dus die gaan verder in elkaar, verder in elkaar. Dus op het moment dat die haakjes elkaar net beetpakken, zijn er maar een paar haakjes nu net op de rond mijn nagels die elkaar maar eigenlijk net vastpakken en dus ook weinig kracht kunnen leveren. Op het moment dat ze dus verder in elkaar gaan, is er dus meer raakoppervlak van deze actine en myosine en die kunnen elkaar dan versterken en meer kracht leveren. Op het moment dat ik helemaal aanspan, mijn spier, ik doe mijn bicep helemaal, ik verkort ik helemaal, gaan deze filamenten die gaan over elkaar heen en komen in de knoop met de filamenten aan de andere kant en gaat de belasting over hoe zwaar je je spieren kan belasten, gaat dus omlaag, is dus niet je maximale sterkte. Dus onthoud, in deze positie, als ik mijn bicep helemaal kan strekken of helemaal kan aanspannen, halverwege kun je ongeveer de meeste kracht leveren, misschien net een tikje verder. Oké, wat heb je hier aan? Als je nou die strength curve die ik net heb getekend weer even voor je haalt. Op het moment dat ik onderin de lift ben van de deadlift, die 100 kilo. Dan begin ik nu met deadliften, dan voelt hij ook echt als 100 kilo. Maar naarmate ik op de helft kom, dan glijden die actine en myosine filamenten in elkaar en kan ik dus meer kracht leveren en voelt hij op dat moment dus aanzienlijk lichter aan. En pas als ik bovenaan ben, dan kan hij weer zwaar voelen. Dus hij voelt onderaan de lift echt als 100 kilo aan en naarmate ik verder omhoog kom, wordt de lift eigenlijk steeds lichter. Nu zie je vast wel waar ik naartoe wil met deze informatie. Als je die deadlift voor je ziet liggen, je spant die banden eroverheen en je komt omhoog tijdens de lift, dan trekken die banden continu aan die barbel en wordt de lift in plaats van alleen maar lichter, juist dus steeds zwaarder. Als ik dit nu ga vertalen naar de strength curve, dan zal die ongeveer zo gaan lopen. Ik start met de deadlift en dan wordt die eigenlijk gigantisch zwaar, want je komt halverwege. En daarna, naarmate ik nog meer rechtop kom, beginnen die banden alleen maar meer en meer en meer te trekken. Kan ik dus langer op mijn maximale spanning van de spier trainen. En pas op het moment dat ik helemaal rechtop sta, dan zal ik pas weer naar mijn minimale spanning gaan. Omdat het bijna geen energie kost wanneer je rechtop staat. En op die manier kun je dus een plateau doorbreken als je gewoon technisch kijkt naar de lift. In plaats van andere oefeningen te doen, meer halen en minder herhalingen, kan ook allemaal een goede toevoeging zijn. Alleen je moet wel weten waarom je iets doet. En als we nu kijken naar halverwege de lift, waar heel deze video om gaat, dan is dit een hele goede manier om de lift hoger te krijgen. Ja, er zijn meerdere methodes, maar daarvoor kun je het elastiek gebruiken. Dus gillen van de bussen. Ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord. Iedereen die nog meer vragen heeft, stuur ze alsjeblieft in. Ik vind het hartstikke leuk, reacties achterlaten, noem maar op. En voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, neem eens een kijkje op het YouTube kanaal, op de homepage. En daar kun je natuurlijk ook gelijk abonneren als je alles te weten wilt komen over fitness. En voor iedereen die al was geabonneerd, bedankt en tot volgende week.